Slecht nieuws aan het begin van de nieuwe werkweek voor de 200 werknemers van de 8 filialen van Renault in Brabant. Morgen zal de rechtbank zo goed als zeker het faillissement uitspreken. Maandagmorgen, 9:30. Het personeel van de vestigingen in Breda, Etten-Leur, Steenbergen, Roosendaal, Tilburg, Oosterwijk, Goorle en Middelbeers arriveert bij het filiaal in Breda om daar van de directie het slechte nieuws te vernemen. Ze krijgen te horen dat het faillissement wordt aangevraagd en dat er 1 of 2 curatoren worden benoemd en dat er gewerkt wordt aan een doorstart. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Betreft hier een bedrijf wat tot stand is gekomen door een fusie. Dat weten jullie van 3 zelfstandige dealerorganisaties. Dat is die opzet, die fusieopzet, is gepaard gegaan met aanloopverliezen. Dat is niet ongebruikelijk als je zo'n organisatie opnieuw gaat opzetten. Maar daar komt overheen de kredietcrisis en ook met name de terugloop in autoverkopen van de laatste maanden. En dat heeft geleid tot een acute crisissituatie, een opzegging van kredieten. Is er een doorstart mogelijk? Ja, wij denken dat er zeker een doorstart mogelijk is. Er is ook hard aan gewerkt door de directie om een doorstartplan te maken. Dat is ook voorgelegd aan de stakeholders. Voor dat plan hebben we niet de handen op elkaar gekregen. Helaas hebben de mensen ook laten weten. Het was een emotionele bijeenkomst waarbij niet alle personeelsleden droog hielden. Ondanks het slechte nieuws was er na afloop applaus voor de directie. Omdat, zo vindt het personeel, zij er alles aan gedaan hebben om het bedrijf te redden. Slecht nieuws, maar wel goede vooruitzichten. Dus ik maak me geen zorgen. Nee? Voorlopig. Nee. Ik wacht de berichtgeving gewoon af. Komt vast goed. We zullen kijken, we moeten afwachten. Hè? De tijd zal het leren in deze situatie. Ja. Ja. U ziet nog niet zo pessimistisch in dus? Nee. Zeker niet. Was het een emotionele bijeenkomst? Dat wel, ja. Ja. Ik hoorde wel dat er applaus was voor de directie. Ja, dat is ook zo. Heb je goed gehoord? Ja. Had je het aanzien komen? Nee, helemaal niet. Nee. En nu, wat ga je nu doen? Dat weet ik nog niet. Je hoopt op een doorstart? Ja. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Waar kan op een doorstart? Ja. Eigenlijk de hoofdschuldig is Renault Nederland. Hè? Ze dwingen allemaal groter te worden. En nou ziet er niemand van Renault Nederland. Ja. Dat vind ik schandalig. Ja. Je ziet niemand van Frankrijk, je ziet niemand van Renault Nederland. Dat is eigenlijk het belachelijke. En wij, dat er een doorstart komt? We hopen het. Ze proberen, de directie doet het best. En die doen er best voor het personeel. Hebben ze altijd gedaan en doen ze nou nog. Die zijn nog menselijk. Ook voor de klanten van Renault kwam het nieuws onverwachts. Dan vraag ik me eigenlijk af, hoe moet het nou met de garantie en al die andere dingen? Ik weet bij God ook niet meer dat. We hebben de importeur opgebeld. Maar je komt er gewoon niet tussen. Zo druk is het van de mensen uit Brabant. Dus nou is de vraag, wat doen ze mee? Ik weet het ook niet meer. We hebben helemaal geen briefje gehad of iets eigenlijk niks. Dat ze fiets zouden gaan. Maar ik vind het wel triestig. Dat vind ik het wel. Een curator moet na het uitspreken van het faillissement gaan bekijken wat voor oplossingen mogelijk zijn.